Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag trok er vrij veel hoge bewolking over het land, maar de zon kon daar nog heel aardig doorheen schijnen. Ook vanavond hebben we nog te maken met de brede opklaringen, er komen ook wat wolkenvelden voor. Halverwege de avond is het een graad of 16. Komende nacht, uiteindelijk daalt de temperatuur naar zo'n 11 of 12 graden, en er kan met name in het binnenland weer mist of nevel gaan ontstaan. Morgenochtend lost de mist langzaam weer op en dan in de middag schijnt de zon vrij geregeld. Er komen ook wolkenvelden voor en het blijft zo goed als overal droog. Een enkel spatje mot regen is niet helemaal uitgesloten. Het wordt zo'n 16 graden in het noorden tot 19 graden in Limburg bij een matige wind uit het noorden of noordoosten. Op vrijdag en in het weekend blijft het rustig najaarsweer, de middagtemperatuur ligt rond de 16 of 17 graden, de zon schijnt geregeld, de wind is meestal zwak of matig, eerst uit richtingen tussen noord en west, later wat meer uit zuidwestelijke richting. En kijken we dan nog even naar de langere termijn, dan zien we dat de temperatuur na het weekeinde geleidelijk aan verder gaat dalen naar ongeveer 10 graden aan het einde van de volgende week. En ook wordt het wat wisselvalliger als we kijken naar de neerslagkansen, dan zien we dat die vanaf dinsdag grofweg gaan toenemen. Dat betekent dus dat we al met al langzaam wat normaal herfstweer gaan krijgen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.